Hey, welkom bij Bewegen met Bart en het is een fantastische dag voor Bewegen met Bart, want ik heb de kaap van 4000 abonnees zo pas bereikt. Heel leuk, want ik zie het kanaal groeien en dat is uiteindelijk mijn bedoeling, niet om een paar mensen blij te maken met de video's. Ik ben oorspronkelijk begonnen om mijn vader te helpen, hij is ondertussen al fysiek fitter, maar ik wil ook jou en nog vele andere mensen helpen. Dus als je nog niet geabonneerd bent, klik dan hieronder op abonneren. Als je de video nog naar iemand kan doorsturen die nog geen dagelijkse trainingen van zijn spieren doet, doe dat gerust, wij gaan er alvast invliegen voor vandaag. Proficiat dat je er vandaag weer bij bent. Zorg dat je elke dag 2 flesjes water en een stoel bij de hand hebt. Elke dag is anders, dus doe gewoon wat jij vandaag kan. Hier gaan we. En de eerste oefening voor vandaag, dan mag je gewoon een vuist maken. En één vuist die breng je hoog, één vuist die gaat laag. En dan mag je dat gedurende 40 seconden gewoon volhouden. Heel goed. We maken de schoudergordel rustig los. Heel goed. En als je al een beetje warm wordt in die schouder, kan je langzaam iets verder omhoog gaan. Heel goed. Ja. Je mag ook de hand af en toe eens openen. Of een vuist en een hand afwisselen. Ja, nog 3, 2, 1 en rust. En dan gaan we op onze stoel squatten. De flesjes die hebben we nog niet nodig. Je gaat op je stoel zitten. Je gaat een squat maken. Ja, en dan ga je weer zitten. Je handen naar voren brengen kan helpen voor je evenwicht. En als je het moeilijker wil maken, dan probeer je om bijna niet te gaan zitten. Dus je stoel te raken en dan meteen weer rechtop te komen. Dat is iets moeilijker, hoeft natuurlijk niet, maar mag altijd. Heel goed. Heel goed. We gaan er nog 3 doen. Nog 3. Nog 2. En dit is de laatste. Dan mag je rechtop blijven. We gaan dan steun zoeken bij de muur. De knie naar voren brengen. En dan achterwaarts brengen. En daar de grond tikken met de tenen. Heel goed. Heel goed. Oké. Probeer achteraan zo ver te gaan als dat je kan. Ja. Je mag de grond tikken, maar dat hoeft niet. Heel goed. Heel goed. Zowel buikspieren als bilspieren dat hier getraind worden. Nog 3, 2, 1 en rust. En dan doen we exact hetzelfde maar met het andere been. Je mag draaien. Ik ga zo blijven staan. En dan breng je dit been naar voren en naar achter. Oké. Supergoed. Heel goed. Kom aan, volhouden. Je doet het geweldig. Supergoed. Kom aan. Hou vol, nog 10 seconden te gaan en dan gaan we er zo dadelijk de flesjes bij nemen. Heel goed, nog 3 keer, nog 2, nog eentje. En dan mag je er de flesjes bij nemen en op de stoel gaan zitten. We gaan benchpressen. Ja, je gaat op je stoel zitten. Zit vlak ver genoeg naar voren, benen gestrekt en dan ga je van daaruit de flesjes schuin naar boven drukken. Heel goed. Normaal wordt dit gedaan met heel erg zware gewichten. Wij doen het met lichte gewichten. Maar het heeft zeker ook een effect. Vooral hier je borstspier die je traint. Ja, goed. Je ligt niet plat. Zoals bij een normale benchpress. Maar wij liggen een beetje schuin. Nog 3,
2, 1. Rust. Oké. Okay. We blijven op dezelfde manier ongeveer liggen. We gaan twee flesjes of één flesje boven ons hoofd brengen hier. Dan brengen we achter onze nek. Brengen het naar boven en dan brengen we het naar onze benen. Ja? Achter de nek, naar boven en dan naar de knieën. En daarbij kom je los van je stoel. Hup. 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 Heel goed. Heel goed, je doet het super. Je komt los van je stoel even. Goed. Nog 3. Nog 1 keer naar de benen. 2. 1. Rust. We gaan elke oefening die we gedaan hebben nog 1 keer herhalen. Dus we zijn weer bij de vuisten. Dat was onze eerste oefening die we gedaan hebben. De vuisten die breng je omhoog en omlaag. Heel goed. Super. Schouders, die zijn ondertussen warm. Dat voel je waarschijnlijk. Dus dit gaat al vlotter dan de eerste keer. En je kan al iets verder omhoog gaan. Denk eraan, je mag elke oefening trager doen dan dat ik ze doe. Je mag ze ook even snel doen, of sneller. 3, 2, 1. En rust, adem even in. En dan gaan we terug squatten. Squatten op de stoel. Recht komen en uitdrukken. Yes. Recht komen en uitdrukken. Oké. Doe je supergoed. Heel belangrijk, die squats. Die komen heel vaak terug. Dit is eigenlijk iets dat je bijna elke dag zou moeten doen. Gewoon heel simpel. 20 squats doen. Zelfs al doen we een workout waar geen squats in zitten, dan kan je die squats er altijd nog even aan toevoegen. Die zorgen ervoor dat jij binnen 15 jaar, of binnen 5 jaar, of binnen 10 jaar, nog vlot zal kunnen rechtstaan. Dit is de laatste. Okay. En dan gaan we terug aan onze muur staan. Dan komt de knie vooruit. En gaat die naar achter. Heel goed. Heel goed. Kom aan, houd vol. Er zijn nog 20 seconden te gaan. Je bent super goed bezig voor vandaag. We zijn op 10 seconden van de wissel naar het andere been. En daarna zijn er nog 2 oefeningen met de flesjes en zit het er al op. Laatste keer met dit been en dan wissel ik naar mijn andere been. Ik hef en ik ga naar achter. Oké. Oké, supergoed. Sterk werk. Kom aan. Nog 8 keer. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. En neem er terug je flesjes bij. We gaan terug liggen op de stoel. Of bijna liggen op de stoel met de benen voorwaarts. En dan gaan we hier opnieuw duwen, schuin omhoog en zakken. De ellebogen zijn breed en de borstspieren die werken. Heel goed. Super. Kom aan. Je doet het super goed. Kom aan, houd het vol. Niet eenvoudig deze. Heel goed. Heel goed.
fantastisch gedaan al. Laatste oefening. Gaan we opnieuw zo zitten. Gaan de flesjes achter ons hoofd laten zakken. Omhoog brengen. En dan naar de knieën brengen. Beetje loskomen van de stoel. Ja, die buikspieren die werken mee. Yes. Heel goed. Je doet het super goed. En we zitten al in de laatste 15 seconden voor vandaag. Heel goed. Heel goed. Zit erop. Fantastisch gewerkt weer vandaag. Proficiat. Probeer er morgen weer bij te zijn. Als je nog een beetje energie over hebt en wat tijd over hebt, dan kan je gerust nog deze stretching eraan toevoegen. Om de zoveel dagen die stretching eens doen, of zelfs iedere dag, is zeker een goed idee. En daar ga je je zeker goed bij voelen. Ik zie je heel graag morgen terug. Use it or lose it.